Even de radio even zacht, want anders dan... Kijk. Ik had net even de fiets uit de stalling gehaald. Kijk, even kijken. Ik ga het meteen nog laten zien. Kijk, daar staan ze. En we hadden een nieuwe hoest gekocht voor de trotters. En dus ik zet even gauw die fietsen neer. Het begint te spetteren. Ik denk, oh, gauw die hoest eroverheen. Hoest eroverheen. Precies op tijd. En we zouden eventjes... eerst naar de Albert Heijn zouden we even gaan voor vanavond het avondeten. Nou ja, en regent het weer. En het was vanochtend dat we hier dat we wakker werden, was het 16 graden. Nou ja, en als je op een gegeven moment rustig zit en het is 16 graden, is dat gewoon te kil, vind ik. Ook al doe je een visje aan. Dus ik zeg tegen hem gewoon, dag, ik zet lekker die kachel aan. Nou, ik heb hem net uitgezet. Oh, maar ook net uitgezet, want het was nu 22 graden, zag ik. Dus en we hadden hem op stand 19 gezet. Dat is die gaskachel. Oh jongens, dat is toch zoiets fabelachtig. Die doet het zo monstergoed. Als je echt, als je die op 20, 21 graden zet, dan stookt die drie eruit. Dan is die zo 5, 26 graden. Dus. Nee, daar ben ik wel blij mee. Maar dus, ja, we zaten te puzzelen. En ik zeg tegen mijn ik zal even de fietsen eruit halen. Dan kunnen we eventjes... dan gaan we op de fiets. Even een paar boodschapjes doen en vanmiddag, als het goed is, is het vanmiddag, geeft hij aan droog. Ja, droog en het wordt zonnig. En dan gaan we vanmiddag even. Ja, ja. Ja, want ik heb eventjes op de kaart gekeken. Het is hier echt een stukje die kant op fietsen. Die kant op. Dus hier de parkeerplaats af naar rechts. Meteen de badweg in. Dan fiets je die helemaal af aan het eind. Tot aan het eind. En daar is dus exact de splitsing van naar de IJssel en de Rijn. Nederrijn, ja, er staat Nederrijn, dus... Ja, Neder is laag. Ja, maar het is gewoon de Rijn, toch, eigenlijk? Ja. Ja, volgens mij is het gewoon de Rijn. Oké, nou ja, goed, het is nu weer eventjes droog. Het is echt, we hebben Marcel. Oh ja, ik zal even laten zien die buien. Even kijken. Buienalarm. Kijk, zien jullie? Precies die buitjes, dat is dat blauwe, dat zijn wij. En precies die buitjes, ja, het schampt een beetje. Oh ja, het meeste gaat er gelukkig nog langs. Maar ja, hier zie je ook allemaal... Nou, het wordt wel minder. Oh. Ja? Ja, het wordt wel minder. Ja. Zijn we helemaal klaar? We houden die jas weer uit. Het regent weer. Nou, jongens, dit is niet leuk hoor. Dit is, moet nou even stoppen. Nou, gewoon een smeermes. We gaan dus, we wachten dus even de bui af. En mijn gozer zegt, weet je wat, we doen eerst wel even een bakkie. Krijg jij even mij een stukje taart? Nee, heb je van? Ilse. Ilse, Ilse en Werner. Ilse en Werner. Nogmaals Ilse en Werner, dank jullie wel hoor. Heerlijk. Let op mensen, let op. Het heeft geholpen dat ik zei van, dat is nu niet leuk meer. Kijk eens. Hij komt door. Het zonnetje. Ja, ja. Ja, het ziet er gelijk heel anders uit. Oh, ongelooflijk, hè? Alles ziet er meteen anders uit. Heb je die fiets op slot staan? Nee. Oh. Ze staan onder de hoes. Die kunnen ze niet zomaar meenemen. Kijk. Even laten zien. Oh. Zien jullie? Nou, we moeten jullie ophouden. We waren net van plan om... ja, weg te gaan. Ik zal je vertellen. Kijk. Ik zeg net tegen Mago. Nu. Ja, dit is toch droog. Ik zeg net tegen Mago. Ik zat, kijk, ik zat spelletje spijderen op de iPad. En ik zeg, doe even dat luik dicht. Want die zon die schijnt precies op mijn iPad. Ik kan het niet zien. Zeg Mago, jij bent ook wat. Is er eindelijk het zonnetje? Ga je hem wegdoen? Nou... Ja, kijk, het moet later over zijn. Ja, nou, iedere keer zeggen ze het anders. Nou ja, goed. In ieder geval, we wachten nog heel eventjes, want we moeten even een klein stukje die kant op fietsen. Kijk, het is nog vroeg. Ja, het is half twee. Ja, daarom. Dus, we hebben de regenjassen gepakt. Kijk, de fietsen die staan onder de hoes. Dat is een nieuwe hoes die we gekocht hebben. En deze is waterdicht. Dus ik moet alleen nog even wennen aan hoe ik hem vastzet. Want kijk, zie je die? Hartstikke idee. En we gaan dus even naar de splitsing
van de Rijn in de IJssel. Of reis naar de IJssel. Dat is hier vlakbij. Gaan we even heen fietsen. Ik zal even de GoPro zo. De 10 zal ik even op het stuur doen. Dat is wel leuk. Dat kunnen jullie zien. En het is echt ongelooflijk. Maar constant staan er hier heel veel auto's. En dan denk ik bij mezelf, waar zijn al die mensen dan? Grappig. Zo mensen. De GoPro zit erop. De andere GoPro in mijn zak. Dus dan kunnen we nu naar dat punt gaan. En als we naar dat punt geweest zijn, daarna gaan we even Huissen in. Want we zijn, vanochtend zijn we weer boodschappen geweest doen hier bij Albert Heijn. Maar het is zo'n leuk plaatsje. Dat ik ga eventjes wat ook over... Ja, ze zeggen Huissen, maar het is Huissen. Tenminste, wij zeggen Huissen, maar hier noemen ze het Huissen. Leuk, hè? En dan gaan we eventjes daarheen, want daar is nou, een leuk pleintje, leuk kerkje en nog iets aparts. En, dus dan gaan we even kijken naar het plaatsje, dat fietsen. Maar we gaan eerst even naar de splitsing, want dat is eigenlijk het begin. Daar heb ik nou al 2 dagen over gedaan. Oké, Margot. Klaar voor? Ja. Ik wil foto's maken en dan... Ja, rijd maar nou een keertje achter mij aan, want ik weet de weg. I know the way. Kijk, dus als je hier nou die parkeerplaats afrijdt, ga je hier naar rechts. Aan het einde van deze weg staan het terrein. Zwemmen, einde, eigen risico. Einde van deze weg is dus die splitsing. Waar het dus om gaat. En dan precies aan de overkant waar die splitsing is, daar stond Huub te vertellen over de IJssel. Oh, ja, dat is ook toevallig. Voor het laatste stukje, dat moeten we even lopen. Oh, ja, kijk dan maar uit. Ja, nee, we gaan weekend prikken. Oh ja. Met ja. Nou, let op jongens. Kijk dat je nou niet valt, hè. Kijk jongens, we zijn aan het trespassing. Kijk uit, weet je, kijk naar waar je zelf in staat. Ja, ik heb in de hoop rond gestaan. Oh, jezus, het is hier allemaal poep. Ja, daarop. Er ja, we lopen die kant langs, kom op. Oh. We zijn er bijna jongens. Nog een heel klein stukje. Kijk, zie je, er is nog een strandje hier zo, zie je dat? Ja. Kun je nagaan, Margot. Het is een treurwillig en die staat hier al, nou, ik weet niet hoe lang. Die staat altijd in het water. Nou jongens, let op, ik ga het even uitleggen allemaal. We zijn er bijna bij de paal. Maar gewoon kijk uit, hebben die stenen. Oké. Okay. Nou, hier staan we. Let op. Ik ga het even vertellen. Ik doe het eerst eventjes met de GoPro. Want er staat nogal vrij veel wind. En als ik het met de iPhone doe, dan kan je het bijna niet horen. Maar met de iPhone zie je het straks wel beter. Dit is dus de Nederrijn. En die komt hier aanstromen. Kijk zo. En dan splitst die zich hier. Er komt daar net zo'n bootje aan. Dat zal ik even laten zien met de iPhone. Ja, dat weet ik. Dat is ook, dat staat er ook precies op. En het leuke is, ik ga even... Oh ja. Ja, ja, de andere is de IJssel. Ik pak even de IJssel. Wat staat er daarop? Nou, nog niet. Nee. Nee. Moet ik een foto maken dichterbij halen. Maar even kijken jongens. Dus, kijk, jullie zien dus... Daar is die splitsing en daar is dat bord, let op. Nee, de rij is hier vandaag links. Ja. Oh jongens, wat een wind. Zonde. Dat bordje, dat is het verkeersbordje. En weet u, daarvoor, op deze punt die jullie hier zien, dit puntje, daar stond
Huub Stapel. En die stond uit te leggen over dat hij hier splitst. En hoe dat ooit gekomen is, dat weten ze niet. Maar dat is natuurlijk al misschien wel een miljoen jaar geleden. Ik weet het niet, maar goed. En dan gaat hij zo naar de IJssel. Kijk, en dat bootje, dat komt nu uit de IJssel vandaan. Nou, kom. Ja. En daar die uiterwaarden, kijk, daar staan de koetjes. Nou, leuk hè. Oké, Mago. We gaan weer terug. Wat een avontuur. Nou, wat grappig. Hey, en weet je wat het leuke is? Ik deed bij... ik maakte daar een foto voor Polar Steps. Ja. En toen gaf hij aan Westervoort. Dus dat is inderdaad al waar we nu stonden, was al Westervoort. Ja, ja. Dus daarbij ontspruit hij. En we rijden dus hier weer terug. En dan zeg maar gewoon, ik wil even dat bordje fotograferen. Kijk. Nou, dat is mooi. De kraamkamer van de natuur. Begon, wat is dat mooi. Dat lijkt wel een uitspraak van jou. Hey, dan moet je kijken. Inderdaad, het lijkt inderdaad wel een rolwolk die er zo aankomt. Ja, moet je kijken. Ja. Ja. Daar zo, zie je. Hier, kijk, schijt daar. Ja, ja, ja. We gaan even huizen. Foto's maken. Huizen, ik zeg huizen. Nee, het is huizen, zegt die meneer tegen me. Ik zeg, oh. Hij zegt, en het is geen dorp, het is een stad. De notaris, okay. Zei je. Ja, zo, en dan zien jullie hier, kijk, het zwemmen is op eigen risico. Hey. En dit heet Strand Anders. Kijk, hier. En daar staan allerlei waar je heen moet voor bepaalde dingen te halen. Zichtbaar. Kijk, en dit is die strandtent. Ja, wat leuk gedaan, jongens. Prachtig. Dit is echt heel mooi. Gezicht op stadhuizen uit 1660, Magal. Ja. Jeetje, wat leuk. De Appelkelder, B-halve, B-boelspa. Nou, kijk dan. Vanaf de Rijnzijde. Van links naar rechts, de cilinderse gemetselde molen, de stadsparochie, de Elisabethconvent, centraal de Rijnpoort. Uiterst rechts de Arnhemse Poort. Helaas de Vierakkerse Poort. Oh, wat leuk. Leken. Ja. Beleg en ontzet van Heusen in 1502. Oh. Even staat hier. Ja. Onthuld tijdens de gildefeesten van 24 juni 2006. Wat leuk. Zo. Dan ziet het er nog prachtig mooi uit. Ja, zeker. Maar het zal natuurlijk wel... behandeld zijn, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Nou, leuk. Kijk, hoor. Maar hier staat Heusen. Hier staat Heusen. Ja. Ja, zeg Huizen. Ja, maar daar. Waar? Bij de doortocht. Tijdens de doortocht van de Nijmeegse Gidaat is Café de Dijk geopend. We zijn er voor vanaf extra 8 uur. Zo. Oh, dus ze komen hier dus wel langs van Gouden. Ja. Had je wel gelijk. Ja. Ja. Ik denk dat het ligt zo een eind van elkaar af, maar grappig hoor. Kijk, een heel mooi plein hier. Jullie kijken. En hier kunnen dus ook... ja. Ja. Staat er hier op dit pleintje staat er een heel mooi beeld van een zwaan. En het is namelijk ter ere van die zwaan. Kijk, het was die zwaan. Die kranig bleef. En daardoor hebben ze ontzet. Kijk, en dat is dus het, het muziekgedeelte. Midden in het pleintje. Het is echt een prachtig. Oh nee, nee, dit is wat anders. Dit is namelijk de historie van Huizen in jaartallen. Kijk, de derde eeuw. De oudste bewoningssporen. Ja. 70 en 300 na Christus, inheemse bewoning en militairen van het 30ste Romeinse legioen. Oudste schriftvermelding van Huizen als Hussenheim. Daarom zeggen ze Huizen. De andere kant gaat tot 1977. Oh ja? Oh ja, 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 ja. Nou, wat leuk. Oudste vermelding van ganstrekken als vastenavond gebruikt.
nou? 1944. Oh, 1950 verbouwd. Verbouwd? Oktober 1950. In 1659 stond deze kerk er al. Het is een gemeentelijk monument. Wegen met... Ik denk dat we hier naar links moeten voor naar die kerk, Magal. Kijk, de Korte Kerkstraat. Ja, hier moet je naar links. Ja, dat zeg ik, even kijken. Hè? Ja, dit is van D-Day, Magal. Dat hadden we toen ook het monument bij dat, bij dat kasteel, weet je nog? Nee, bij dat kasteel. Ja. Operatie Mark and Garnet. Mislukte jammerlijk, ja. Oh, hoor dan. Ja, dat is echt hoor. Ja, Sebastiaan. Oh, kijk, D-Day. Kijk dan, die tekst die erop staat. Oh, geweldig. Begon de bevrijding met over een grote invasie op de stand van Noord. Lukte met zware verlies de Duitse vaardigheden te bereiden. Naar deze eigen brug was er nooit een opmars aan. Duitse linies heen en via Arnhem-Dorst naar Berlijn. De bevrijding van Zuid-Nederland kreeg vorm. Nou, kijk, dit zijn dus die antipanzer. Hitlerhof overleefd en werd niet versmolten door de wapenindustrie. Wel beschadigd. 9 uursklok luidde voor de inwoners dat teken dat de stadspoorten werden gesloten. 1652. Ja. Tuin van de Vrijheid. Dit moment is geadopteerd door kinderen van de basisschool. De kinderen werken rond het monument Tuin aan de Vrijheid. Nou, geweldig. Kijk je ook nog een vlag? Doe. Lopen zelfs tanks op vast. Die komen van de stranden van Normandië. Nou, dat weet je niet. Nee, dat weet ik niet. Ja. Nou, wel. Kijk, begraafplaats, massa begraafplaats, massa graven. Oh, kijk maar. Ja, dat, toen reden we ook verkeerd, weet je wel? Ja. Liberation route. Waar was dat ook alweer? Ja, was ook in Friesland. Nee, het was niet bij Nisselrode. Dat was waar we die man met dat kindje tegenkwamen die ons volgde. Die met die baby, die, van die opa. Nou, dat is Leeuwarden. Ja, dat was de Liberation Route was in Leeuwarden. Ja. Ja. Gehuld in vlammen en rood. Oh, maar ik denk dat dat. Kijk. Oh, hey. Ik denk dat dat massagraf is. Ja, ik denk dan heb ik. De hele tijd hebben we het over die massabegraafplaats. En over dat er zoveel bewoners om het leven zijn gekomen. En dan zou ik het niet laten zien. Dat is natuurlijk ook weer geen stijl. Kijk. Oh. Jezus. En het is allemaal in 44, zie je dat? Ja, dat is dus waar dat bombardement. Ja, hier zo. Aan de Huzense burgerslachtoffers van Wereldoorlog 2 en alle evacuees van elders die door het oorlogsgeweld in Huzen zijn omgekomen. Kijk dan. Wow. Oorlogsgeweld dreef hen uiteen. Liefde bracht hen weer bijeen. Gradus Antonius Toon Jansen, symbolisch vanuit dieren terug. Nabij zijn zoontje Hermanus, die in het massagraf is begraven. Nee. Ja. Oh. Gevolg van het bombardement 2 oktober 44. 22 maart 2013, terug onder ons. Nou, dat is mooi. Ja, ook ziet wat. Oh. Ja, ik zal even kijken. Ja. Ook een caravan. Caravan? Ja. Bij de Knaus en ik heb het idee dat we net op tijd zijn. Kijk. Oh. Wat doe je met fietsen? Doe je de hoes eromheen? Hè? Hand. Ja, dan moet je die garage
Nou ja, ik ga het gewoon er weer inzetten zo. Even kijken wie is goed. Ja. Hé, hey, Margot. Ja. We sluiten meteen even af. Is deze dat keer. Ja, het is niet zo gek langer, maar. Dus mensen. Hoe laat is het? Dit was Husse. Ja, een leuk hoor. Hoe laat is het? Oh, net 4:08. Oh. Nou ja, goed, als er eventueel nog wat bijzonders is, dan laten we dat in de video van morgen zien. Die gaat ook. Zaterdag laat. Hey, maar. Hard op werk. We houden het even hierbij. Ja. En dan maken we meteen even een algemene video om af te sluiten. Die bewaar ik dan. Want dan wat origineel. Nee, niet waar. Kom op, geef me even sleutel. Oké, nou zeggen we gedachten, hele mensen. Ja, doei. We gaan even de Tour de France kijken. Ja, we gaan Tour de France kijken. Want het is een wijze spannende etappe. Ja. Dit keer. Oké. Jongens, later!